Hoe zet ik mijn Windows-licentie over van ene computer naar de andere? Hoi, ik ben Peter van SketchUp 3D en Masters in SketchUp. Het is een vrij belangrijke vraag en het is ook een vraag die heel dikwijls terugkomt. Vandaar nogmaals een video hierover. Maar de vraag is, hoe zet ik mijn licentie over van de ene naar de andere computer? Er zijn eigenlijk twee heel belangrijke stappen. Nu, als je zegt, ik heb een vaste computer en ik wil nu SketchUp gebruiken op mijn laptop, dan hoef je op zich niets te doen, want je kan licentie op twee computers gebruiken. Nu, het gaat dan meestal om, ik heb een oude computer en ik heb een nieuwe gekocht. Hoe zet ik ze over? Of, wanneer kan dit ook belangrijk zijn? Wanneer je denkt, het is tijd dat ik mijn Windows even update of een nieuwe installeer, dus een format C zou doen, dan is het ook belangrijk dat je eigenlijk deze stappen volgt. Want als je je licentie niet deactiveert, betekent dat je die activatie kwijt bent. Hè? Want je hebt eigenlijk maar twee activaties voor twee computers. Dus, wat doe je? In het helpscherm heb je Manage License. Hetzelfde scherm als je SketchUp start, dan heb je hier ook onderaan License. En dan is natuurlijk de vraag, heb je een Classic License of heb je een Subscription? Classic License is met een licentiecode en autorisatiecode en Subscription is met een Trimble ID login. Voor beide is eigenlijk hetzelfde, alleen is het bij Subscription dat je zegt logout. Daarmee maak je de activatie op deze computer vrij. En bij een Classic License, dan gaat hier staan Remove License. En dan doe je Remove License en dan wordt deze activatie vrijgegeven. Nu, met een Classic License zijn daar de activaties allemaal gebruikt en vergeet ze te deactiveren. Dan kan je geen nieuwe deactiveren. Het voordeel nog wel, dan met een subscription is dat je in het management license panel remove all kan doen, of deactivate all. Daarmee kan je wel zorgen dat iets wat vergeten te deactiveren is, nog rechtgezet kan worden. Maar, super belangrijk, voor je naar een andere computer gaat, die je meer gebruikt, dat je daar deactiveert, want anders ben je activatie kwijt. Vond je dit een nuttige video? Graag een duimpje of een likeje. Zie je deze video op Facebook, Pinterest of LinkedIn? Ondersteboven deze video vind je een link naar ons YouTube kanaal. Klik op abonneren, klik op het belletje. En op die manier krijg je een melding wanneer wij onze dagelijkse SketchUp brengen. Tot in de volgende video.